Het Rijgebouw in Amsterdam is 3 weken lang ontmoetingscentrum van de Verenigde Staten en Europa tijdens de grote Amerikaanse voedsel- en landbouwtentoonstelling die in een geweldig gedrang, waarbij zelfs een enkele palm voortijdig aan zijn bestemming werd ontrokken, geopend werd door de Amerikaanse vicepresident Lyndon Johnson. Hij deed dat heel ouderwets met een schaar. En dat was daarom zo opvallend, omdat de tentoonstelling zelf zo bijzonder modern is ingericht. Een van de trekpleisters is de ruimtecapsule Sigma 7, waarin de astronaut Walter Schirra 6 maal om de aarde draaide. De ruimtevaart heeft in zoverre met de landbouw te maken dat ook een astronaut moet eten. Men ziet hier de speciale tubes met vloeibaar voedsel die Schirra tijdens de vlucht in zijn mond leegkneep. De Amerikaanse leerindustrie stuurde bevallige mannequins en enkele mannequins naar Amsterdam om te laten zien wat de Verenigde Staten op het gebied van leren kleding te bieden hebben. Maar de vraag rijst of de dames in dit opzicht bij Amerika in de leer willen. Er is een grote supermarkt in vol bedrijf. Men hoeft er niet alleen te kijken, men kan er ook kopen. Amerika vestigt verder de aandacht op de citruscultuur in Florida. En op de expositie is men gul met jus d'orange en andere vruchtensappen. Een grote plaats is ook ingeruimd voor het gevogelte en deszelfs producten. Permanent staan er kippen en kalkoenen op een laag pitje. En omdat men de Nederlandse huisvrouwen ook op andere wijze wil laten kennismaken met de smaak van het Amerikaanse pluimvee, zijn koks voortdurend in de weer. Aan belangstelling ontbreekt het niet. Amerika brengt u het goede der aarde. Zo luidt het motto van de tentoonstelling. En wat dat betreft kan men in ieder geval zeggen dat het een tentoonstelling is voor fijnproevers.